Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video ga ik een heel erg zomerse en schattige kaart maken. Je ziet het misschien al, dit moet een bikini voorstellen met dan een strandhanddoek erachter. Het is een heel erg schattige kaart, je kan er iemand mee uitnodigen voor naar het zwembad bijvoorbeeld, of om samen naar het strand te gaan. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt een schaar nodig, wild, wat garen, een stuk papier of dun karton. Dan zo'n stukje toffifeeverpakking, een labeler en een lampistool. Ik heb mijn stuk papier dubbel gevouwen. Nu heb ik een vierkante kaart. Daar kan je al een leuke boodschap in schrijven. Het is een handige basisvorm voor een kaart. Dan ga ik een stukje afknippen van mijn wild. Een rechthoek. Ik heb er een andere schaar bij gehaald die scherper is. Daar kan ik nu franjes mee knippen aan de rand van mijn handdoek. Mijn strandhanddoek is klaar. Ik ga hem opplakken met het lijmpistool. Doe er dus gewoon wat lijm op aan de achterkant. En plak de handdoek dan op de voorkant van de kaart. Wanneer je een dagje naar het strand gaat of naar het zwembad, dan heb je vaak een bikini aan. Die ga ik maken van de toffifeeverpakking. Ik ga twee van die cirkels uitknippen. Ik vind het er echt uitzien als een bikinitopje. Ik ga het stuk garen nog gebruiken als bandje. Ik heb dus gewoon met wat lijm de draden aan de bikini vastgemaakt. Onderaan eentje voor rond de rug en dan bovenaan eentje voor rond de nek. Het mag er best wat grappig uitzien. En dan ga ik mijn bikinitopje ook aan de kaart plakken. Ik doe gewoon wat lijm rond de twee cirkels en een klein beetje op de knoop. Zo. Mijn bikinitopje is al af. En ga ik met mijn zilverkleurige stift nog een broekje tekenen. Ik hoop dat je het broekje herkent. Ik ga nog een labeltje maken, zodat duidelijk is waarvoor de kaart dient. Ik heb erop gezet, wil je mee gaan zwemmen? Maar ik kan natuurlijk zelf een boodschap kiezen. Het labeltje dat gaat nog vooraan mee op de kaart. En dan is hij al af. Je kan nu aan de binnenkant nog een hele boodschap achterlaten natuurlijk. Vergeet niet te zeggen wanneer en waar je wil afspreken. Het hoeft ook geen uitnodiging te zijn. Het kan ook een verjaardagskaart zijn voor iemand die in de zomer verjaart bijvoorbeeld. Ik vind hem vooral heel grappig, heel erg leuk. En met die toffifeeverpakking heb je een heel erg flashy bikinitopje. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Laat me weten bij de reacties of jullie zo'n kaart gemaakt hebben en voor welke gelegenheid, als uitnodiging of als verjaardagskaart. Vergeet niet te abonneren op het kanaal, we maken regelmatig kaartjes. Deel video's met vrienden, dan kan je samen aan de slag. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.